En ik hou niet van dierenmishandeling. Ik vind het zielig dat er bestaat. En daarom vind ik het ook jammer dat Freek van niet is doodgebeten door die haai. Ik vind het ontzettend jammer. Nou goed, ik ben de enige. En dat hij dan eindelijk van dieren af zou blijven. Zodat met zijn gore poten aan dieren. Laat ze met rust, weet je wel. Het is wel echt zonde dat hij niet is doodgebeten. Nou, ga lekker de Freek Vonk fanclub oprichten straks met z'n allen hier. Pak hem. Want alleen in zijn arm is zo zonde. Op zijn minst nog één arm eraf, toch? Op zijn minst één arm eraf. Dat was toch fijn geweest? Twee armen eraf. Dat was fantastisch geweest. Twee armen eraf. Kan hij nog wel achter dieren aanrennen en zo. Dan kan hij ze niet meer oppakken. Dan kan hij uiteindelijk vanaf blijven, weet je wel. Dit is dat of dat. Ja, fijn is dat. Gewoon afblijven, weet je wel. En nog inderdaad, die hebben gelijk. En één been eraf voor komisch effect. Dan is het ook gewoon leuk om te zien. Freek Vonk overal achteraan hinkelen en zo. Gewoon met één been zo. Fantastisch was dat geweest. Nee, dat been er ook nog af. Dat was nog beter geweest. Gewoon alleen een romp. Alleen een romp. En dan slaan ze zo'n haak, slaan ze zo in zijn weg. En dan met zo'n hengel slingeren ze hem zo het hoerwoud in zo. Dan halen ze hem terug en wat er dan achteraan komt rennen, daar gaat die aflevering over. Vandaag gaat het over de Fuma. Ja. Ik vind het gewoon jammer, alleen een beetje in zijn arm gebeten. Zo jammer is dat. Ik vond ook een interview van hem, dat hij zei, we waren met haaien aan het zwemmen en op een gegeven moment de Peter eentje in mijn arm. En ik wist meteen, dit is niet goed. Dit is niet goed. Hij is zo'n Pieter. Het is zo'n Pietere vent. Dit is niet goed toch jongens, als hij in je arm hangt? Volgens mij niet hoor. Natuurlijk een beetje pijn. Dit voelt helemaal niet goed als hij in je arm hangt. Ik zie nul haaien bij jullie in de arm hangen namelijk. Nul. Dus, en hier één. Oh, dit is helemaal niet goed. Zo'n slimme vent. Natuurlijk was veel meer paniek. Want hij zat natuurlijk onder water. Was gewoon... Nou ja. We gaan in ieder geval nooit meer op zoek naar gevaarlijke dieren. Dat kan ik je wel zeggen. We krijgen nu hele saaie afleveringen. Vandaag gaan we op zoek naar de Mero. Is dat bang? En hij zo, hij heeft één ding mazzel, Freek Vonk heeft één ding mazzel, en dat is dat zijn pik niet is afgebeten door die haai. Hij heeft die echt mazzel, want dan was hij langzaam doodgebloed. Ja, dan was Freek Vonk er echt niet meer geweest. Als zijn pik was afgebeten door die haai, was hij langzaam doodgebloed, want dat zeg je niet als man als je terug de boot in komt, weet je wel. Er komt geen enkele man terug de boot in van, jongens wat net gebeurd is gewoon mijn pik eraf gebeten door die haai. What the fuck is dit zeg, what the fuck? Nee, had hij gewoon voor zich gehouden en was hij heel langzaam doodgebloed. Dat ga je gewoon niet zeggen. Had hij gewoon gezegd, jongens volgens mij moeten we even terug naar kant. Volgens mij gaat het zo stormen. Volgens mij moeten we terug naar kant. Nee, het gaat helemaal niet zo. Het is fantastisch mooi weer. Volgens mij moeten we terug naar kant. Volgens mij heb ik de deur van mijn hotelkamer niet op slot gedaan. Volgens mij moeten we terug naar kant. Volgens mij moeten we terug naar kant. Ga naar kant.